Ines wil voor het keurmerk Finesse extra koeien kweken. Ze zal dus moeten weten wanneer haar beesten bronstig zijn. Maar dat is niet zo simpel als je door je tweede job minder op de boerderij bent. En hoe is het? Wie wil er vandaag bevrucht worden? Ik krijg altijd weinig respons, hè. Een keer een loeike. Dat kan soms wel een indicatie zijn. Het grootste voorbeeld waaraan je een brons kunt zien is natuurlijk dat ze gewoon op elkaar springen en de onderste blijft staan. Want dan weet je, oké, die is in brons, die wilt... Ja, nee, dat is raar wat ik ging zeggen. Die wilt gedekt worden. Ja, eigenlijk wel. Die is nu wel zo wat... Want, ja, het is een nieuws, maar dat is sowieso een nieuwsgierige. Ik ben er ook van overtuigd dat ik sowieso een paar van de bronsten mis. Omdat de ene koe het ook meer laat zien dan de andere. Dat is ook zo. Dus dat is wel niet optimaal en dat moet verbeterd worden, want als ze in brons zijn, moeten ze bevrucht worden. Ines gaat voor dekstier spelen. Ze is niet zeker dat de koeien bronstig zijn, maar ze neemt een gok en gaat toch insemineren. Het moet echt lukken, hè. Dat is allemaal leergeld, maar ja. Een koe kost per dag 2 euro. Dus zoveel te langer dat die niet productief is, om het zo te zeggen, zoveel te meer geld dat kost. En spermarietjes, dat kost ook geld. Maar meestal is dat zo'n 20 euro. Dus ja, als je een koe 3 keer bevrucht en dan nog tijd ertussen mist, omdat je er niet in brons schiet, ja. Dan moet je het optelsommetje maar eens maken, maar dat rekent uiteindelijk door, hè. Op 1 koe maakt dat niet uit, maar als dat op meerdere koeien is, ja. Dan voelt je dat, hè. Glabé komt er een expert in drachtige koeien checken of Ines haar werk even vruchtbaar was als het zaad dat ze heeft ingespoten. Dag Rudy. Ja, ça va. Ben eens benieuwd. Er zijn er. Het zijn er 11. En dan 1 waar ik niet goed weet of ze vergroeid is of niet. Dit zijn dus de eerste koeien die ik zelf bevrucht heb. En waar ik de brons en zo opgevolgd heb zelf allemaal. Dus dat is wel super spannend om te weten, ja, is het nu raak geschoten of niet, hè? Goed, vol. Deze ook? Ja. Hoe ver is deze, denk je? Iets 2 dagen verder als die daar juist. Ah, die is leeg. Leeg, maar wel actief. Oké. Okay. Ik zou dat wel heel graag zelf te goed kunnen. Want ja, als je niet te goed kunt bevruchten en je verliest telkens 3 weken voordat die terug in brons is en dat die nog niet vol is en nog niet vol is, ja, dat is financieel niet goed. Dus ik moet zien dat dat op punt staat. Hè. Ik moet zien dat ik het kan. Stressmomentje, als je zo moet wachten en niks hoort. Het is nog spannender dan als een examen aan toen ik verder studeerde, maar nee. Maar die is leeg. Leeg. Leeg, hè? Ja. Ja, als ik het van papa had kunnen leren, dat was een echte expert, hè. Die zou dan ook wel direct gezegd hebben, probeer een keer met... Want die proberen ook soms met 2 verschillende stieren en zo. En dat is ook leeg, hè? Maar allee. Dus ik ben niet tevreden. Godverdikkes. Ik zie de helft niet, omdat... Ja, ochtends en dan... Allee, ik kijk wel, hè, maar gelijk, als ik dan naar het werk moet vertrekken, dan is dat zo sneller dan normaal. Hè. 4 op 10, ja. Dat had eigenlijk minstens 5 op 10 moeten zijn. Dat is al 1 ding. En dan de tweede... ze waren allemaal... ik denk actief. Actief, ook wel iets. Dan moet je toch... Dat moet beter op punt, hè. Ja. Volgende keer beter. Te stoppen. Er is niets te zot voor deze wereld. En dus bestaat er nu ook technologie die je kan vertellen of een koe bronstig is. Het zijn banden die je rond de beesten moet binden en die dan aangeven wanneer het zaad paraat moet staan. Het gewone ketting kun je nu toch niet inbeelden, eigenlijk. Hè? Wat de technologie toch allemaal kan. Voilà. Op basis van wat parameters gaat dan nu beslissen of de koe te goede brons is. Dus die gaat kijken, die sensor, naar de stappen dat hij zet. Hoe vaak dat die er koudt, hoeveel dat die komt eten. Dus op basis van die parameters gaat hij dan bepalen van het is een goede bronst of het is een slechte bronst. Dan in het groene is het moment. Het is dat. Ik vind het fantastisch. 7-0-0-2-0. Opslaan. Ah! Het werkt. Alles staat er klaar en duidelijk op. Dus hier, dat is de koe. Dat is de periode, dus amai, zalig. Dus je ziet echt zo slechte periode, goede periode om te insemineren. En dan de index, dus hoe bronstig ze is. Binnen dit en 5 jaar kan ik gewoon achter mijn computer zitten en tik ik in dit bevel. En dan gebeurt dat buiten. Hè. En dan dit bevel. En dan gebeurt dat buiten.
En dan heb ik gedaan om 3 uur in de namiddag en dan kon ik op mijn gemak nog iets doen. Deze zou ik echt geen boerin willen zijn. Het zou maar saai zijn. Inès heeft grote plannen met het vleesveebedrijf van de familie. Maar het kweken van Belgisch witblauwe prijsbeesten liep de laatste tijd niet vlot. En dus investeerde ze in bronsdetectiehalsbanden, die haar exact vertelden wanneer ze de koeien moest bevruchten. Hi. Vandaag komt de drachtcontroleur langs. Ik zal mijn papieren er een keer bij pakken. Zo. En zal de jonge boerin weten of ze dankzij de technologie een even goede topfokker kan worden als wijlen haar vader Mark. Ja, vandaag gaan we controleren dan of dat die investering van die bronsdetectiesystemen iets opgebracht heeft. Hè? Of dat die op gaat brengen op termijn. Hè? Ja, vol. Jee. Hetzelfde. Ja, vol. Ja. Vol. Diep van binnen ben ik hier al sprongetjes aan het maken, hoor. Ja, vol. Ja, de vinkjes die ik nu zet zijn toch al meer dan vorige keer. Dus dat is al positief, hè? Ja, vol. Oké. Okay. Je ziet, de banden, hè, nu 100% werkzaam. Vol. 3 lege. Op die hoop? Ja. Schoenen. Ja, ik denk dat mijn mama 4 gaat zijn op mijn rapport. Dat zal wel, ja. Dus in totaal van de 27 die we nu gescand hebben, zijn er 23 vol. Ah, voilà. Tevreden? Eindelijk.